welkom in onze babykamer. Ik ben Joke, ik woon in Ede met mijn man en 3 kinderen. 2 jongens en meisje, David, Evan en Bente. We dachten eigenlijk dat Bente een jongen zou worden, want we hadden op de 16 weken echo gezien dat het een jongen was. Dus we hadden al een beetje ons huis ingedeeld met ridders en kastelen en urinoirs in de badkamer. Maar uiteindelijk met de 20 weken echo bleek het toch een meisje te zijn. Dus dan hebben we hier al het roze maar uit de kast getrokken en de bloemen en de vlinders. We hebben hier een muur met een boom, bloemenboom gemaakt. Daar moest de ondergrond van geverfd worden, dus met grijs en het silhouet van een boom. 300 of 400 bloemetjes. En die heb ik met de hand allemaal opgeschilderd. Een schilderij gemaakt wat erbij past. Dus we hebben heel wat uurtjes werk. Of ik heb die heel wat uurtjes werk in zitten. Mijn man hier mag niet meehelpen. Nee. Dat is mijn project. Ik heb ook zelf echt gewoon de boormachine gepakt om de plank op te hangen en zo. Want ja, ik vond het gewoon leuk. Ik hou ervan. Ja, die vonden we zo passend in deze bloemen- en vlinderkamer. Hij is alleen wel echt knalroze. Dus als het buiten donker is en we doen hier een lamp aan, het is echt helemaal roze verlichting in deze kamer. Maar goed, we kijken er naar binnen uit en dan klopt het helemaal in deze kamer. Dat wiegje dat is door mijn vader gemaakt. En dat heeft hij toegemaakt toen wij klein waren. Dus dat is zo'n 30 jaar oud nu. Dat heeft hij helemaal zelf gemaakt. En dat kwam een paar jaar geleden weer van zolder. Met eigenlijk de vraag van, joh, wat zullen we maar weggooien? Of toen zei ik, nee, stop, die wil ik. Dus die hebben we helemaal weer opgeknapt en een nieuw leven gegeven. En nou, dat is nu Pakers Nest. Mijn vader is Fries, dus die heet Paken voor onze kinderen. En dat is nu Pakers Nestje geworden. Ja, dat was speciaal.